Een hele goede morgen. Het is vandaag 8 december, oftewel de 8e dag van Vlogmas. Ik had net helemaal een intro opgenomen en die heb ik per ongeluk niet opgenomen. Dus de dag begint al lekker soepel. Ik heb dus de kalenders al geopend. In die van Essence zit een mooi oogpotloodje. En in die van L'Occitane zit een heel mooi crèmetje. Maar goed, ik moet nu een klein beetje opschieten. Want Larissa en ik hebben straks al afgesproken. En het is nu 7:50 ochtends. Vandaar dat het ook zo ontzettend donker is nu. Het regent echt keihard. Volgens mij is het zelfs aan het hagelen. En ik weet niet zo goed hoe ik dit moet gaan doen. Ik heb geen regenpak of zo. Ik ga even buienradar checken. En dan ga ik even kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan ga ik in het laagste punt. Ga ik denk maar gewoon fietsen en het maar gewoon doen. Want Larissa en ik gaan naar het allerhande kerstfestival bij het Spoorwegmuseum hier in Utrecht. En we gaan een kerstontbijtje doen. Of eten. Ik ben gewoon super benieuwd hoe dat er allemaal uitziet daar. Het zal wel een soort van Winter Wonderland zijn. Dus daar heb ik echt helemaal zin in. En dan ga ik nu eventjes snel mijn regenjas aantrekken en mijn winterjas eronder. En dat soort dingen. En me klaarmaken voor deze helse tocht. Waarschijnlijk ga ik niet vloggen tijdens het fietsen. Want dat gaat denk ik niet. Zoals je kan zien is het nog buiten donker. Ik moet een beetje voorzichtig nog praten. Want mijn vriend is momenteel nog een klein beetje aan het wakker worden. Het is nu 8:00 's ochtends. Volgens mij is dit de vroegste keer dat ik wakker en aangekleed en alles ben van al deze afleveringen. Zoals Chris ook had gezegd, gaan we zo meteen naar een event. Het regent nu nog buiten en aangezien ik heel dichtbij woon, wacht ik nog eventjes voordat ik naar buiten ga. En ik hoop dat ik op het allerlaatste moment nog kan wachten en dat het dan droog is. En ik heb hier naast mij de adventkalenders klaarstaan. En dan ga ik even openen en kijken wat er vandaag in zit. Zo, voor deze heb ik jullie even gebalanceerd hierop. Oh, nu zie je hoe moe ik eruit zie. Ik heb wallen, jongens. Oeh, hey, dit is misschien eentje voor op de muur. Kijk, hij hoort zo of zo. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. En het is een foto vanaf boven. En dan zie je dus allemaal bos in het midden. Zie je een huisje met een klein... Er zit een tafeltje met twee stoelen. Dit vind ik wel heel erg mooi. En het past volgens mij perfect al bij het meisje met de beer. Omdat het een beetje dezelfde soort kleuren zijn. En ik vind hem nog wel rustgevend. Omdat het dus een huisje is van boven. En het ziet er gewoon heel kalm uit. Dus dit zou een goede winnaar kunnen zijn. En misschien kan ik wel binnenkort mijn posters naast mijn bed laten zien. Verder heb ik vandaag weer mijn H&M trui aan. Met deze vogels erop. In een mooie beige kleur. Ik heb jeans aan. Met... ja, blote enkeltjes wel. En daardoor doe ik deze enkellaarsjes aan. Die zijn ietsje hoger, dus dan heb ik niet een hele blote been. Deze zijn van Vagabond. Ik heb hier sokjes die iets hoger zijn, want dat is wel heel erg lekker. Dit moet nog eventjes in mijn tas. En ik kies vandaag voor deze Rebecca Minkoff. Ik draag deze niet zo heel erg vaak, want hij is wat groter, wat bulkier. Maar omdat hij rood van kleur is, leek me dat wel heel erg leuk voor het event van vandaag. Oh my god. Ik ga kijken of ik deze jas straks dicht krijgen, want dit is mijn regenjas. Onder dus mijn winterjas. En ik heb deze muts super ver naar beneden getrokken. Het ziet er eigenlijk echt niet uit. Maar dan kan ik een soort van mijn wenkbrauw make-up beschermen. En al mijn haar. Want hieronder zit een staart. Want ik heb net mijn haar gewassen. En gefeund. Ik wil gewoon dat het behouden wordt. En ik hoop echt zo erg dat mijn make-up wel gewoon blijft zitten. Maar nou ja, hè, moet maar. Nee! Jongens! Jongens! Wat gebeurt er? Oh. Het hagelt gewoon. Ik sta nu net buiten omdat het droog is. Sarah zei dat het droog zou zijn. En nu hagelt het. Kijk dan. Oh my god. Het was dus gewoon keihard aan het regen hagelen. Zoals je ziet. Nou, als ik zelfs mijn kleding uit doe, dan ben ik redelijk droog aangekomen. Ik heb geen idee waar Larissa is. Maar ik hoop ze binnen is. Het ziet er vanaf hier al echt super gezellig uit. Trouwens, ik zal even laten zien. Het zijn allemaal lampjes. Nou, ga maar eens zoeken. We staan inmiddels binnen in het Spoorwegmuseum en Larissa staat hier achter mij. Oh, het is super blurry. En we zijn net al een beetje door het Spoorwegmuseum heen gelopen en alles is echt super leuk en kerstig opgemaakt. Dus het ziet er echt heel cool uit. Dat ga ik jullie later laten zien. We gaan eerst eventjes ontbijten. En het ziet er nu echt al super gezellig uit. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. En ik heb ook wat trek. Ja, ik heb kipvanger. Waar moeten we hierheen, toch? Ja. Nou, dit is lekker. Dit is een kerstontbijtje. We kunnen echt kiezen uit van alles en nog wat. Oh my god, zijn dat donuts in de vorm van sterren? Ja, en sterrenbeschuit. En deze sterren, soepjes. En brood. En nog een stolletjes.
dat lekker dingen. Zo, we hebben ons ontbijtje uitgekozen. Allemaal met sterretjes hier en een beetje fruit. En er is uiteindelijk gewoon bijna hetzelfde. En ik vind het echt super nice. We gaan beginnen met een kookworkshop en we gaan de cover van de allerhande, die gaan we nacreëren. Dus dat is echt super leuk. Ja, en we staan in een hele grote zaal. We gaan het straks doen, ik heb er heel veel zin in. Dit zijn alle spulletjes die we nodig hebben straks. Eigenlijk al dingen maken voor het kerstmenu. Ik heb er zin in, Liz. Ja, het is zo lekker volgens mij. Ja, met merengue en zo. Nou, we zijn lekker bezig. We hebben het plaatje aangezet en daar hebben we de rood fruit ingedaan. Nom. Laat het even Tara doen, want ik heb een lichte trui aan. Ja toch? De jam erbij. Nou, dan doen we de jam erbij. Harry 2. Harry. Help me out. Nou, dat is toch leuk jongens. Zo'n workshop en we kunnen hier ook nog meekijken. En deze meneer is ook echt super leuk. Het ruikt wel lekker. We zijn inmiddels een poging aan het doen om een spuitzakje te maken. Ik laat het allemaal van Tara over. Maar het ziet er, professioneel uit daar. Ik doe ook maar wat. Ik heb niet meer opgelet, joh. Het is helemaal best. Ik vouw deze gewoon naar binnen en dan heb ik er ook één. Ja. Yay. Nou, we zijn inmiddels al wat verder. En dit is tot nu toe hoe het eruit ziet. En Tara gaat nu de rode fruitcompote eroverheen scheppen. En dat geeft gelijk een heel mooie kleur. Oh, dit is lekker jongens volgens mij. Nou, ik weet het eigenlijk, want ik heb net al een beetje gesnoept. Oh, 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 kijk zulke mooie kleuren. We hebben een beetje munt toegevoegd, macarons. Yeah, als finishing touch gaan we een beetje wat van die merengues verkruimelen. En dan lijkt het net sneeuw. Let it snow, let it snow. Oh, het ziet er echt super mooi uit daar. Wat goed gedaan. Ik denk dat we hier een winnaar hebben. Ik denk het ook. Ik weet wel zeker eigenlijk. Jongens, kijk dan. Als jullie nu geen honger krijgen, dan weet ik het niet. En als jullie wel honger krijgen, I'm sorry. De eerste sessie zit erbij, hoor, dames. Ik vind... Oké, moet ik even een cheerio doen? Cheers. Ik bier er nog in, doos. Heel lekker. We lopen nu door de sneeuw en we gaan op zoek naar een soort van... We gaan ergens heen, zeg maar, voor een soort grote opening. Dus ik ben heel erg benieuwd. Kijk dan hoe mooi het is hier is. Nou, dit sneeuw geeft wel echt superleuk effect. We komen net uit de oven, dus wow. Lekker. Dankjewel. Eten, precies. Nee, Tanik, we zijn heel slim binnen gaan staan, want het sneeuwt nog steeds en het is aardig koud. En zometeen gaat het geopend worden met een heel leuk koor. Maar we staan wel even veilig en warm binnen. Ja, het is echt super koud. Dus ik vind het helemaal prima zo. Maar we kunnen wel alles meekrijgen op deze manier. Kijk hoe leuk! Nee. Deze bedoelde je toch? Nee, ik wil die hotdog. Oh ja, die hotdog. Kijk hier. Deze is heel leuk. Zo leuk. Dit moet ik eigenlijk in mijn bomen hebben, vind ik gewoon. Maar oké, die hamsters zijn natuurlijk wel heel erg. Wat geeft deze dan, Liz? Een ui. Een ui. Never. En een aardbei. Kijk hoe leuk dit is allemaal. Die is ook heel schattig, deze. Deze is een beetje eng. Oké, draai me om. Endless Weekenders. Oh jee. Waar zijn ze dan? Ja, we zijn aan het opnemen. Oh, dag, Endless Weekenders. Ah, hier is de kerstman. Moet het in Nederland? Of, dit is Nederlands. Oh, gezellig. En jullie, dit is een vloggen? Ja. Ah, dus ik ben nou op de vlog. Ja. Ah, ik wens jullie allemaal een hele fijne feestdagen. Hè. Dat gaat vast goed komen hier in Nederland. Dag hoor. Dag. We hebben net een hele hoop toetjes geproefd en het was echt ontzettend lekker. En we zijn hier eigenlijk voor het eerst op het allerhande kerstfestival en we wisten niet zo goed wat het precies zou zijn. Maar we hebben ontdekt, je kan gewoon alles proeven wat je wil, wat op dit moment in de winkels ligt. Dus dat is heel leuk om dingen te leren kennen. Allemaal kerstdingen en zo. En ook eigenlijk gewoon normale producten. Ja, dus dat kan je onder andere hier doen. En je kan volgens mij ook overal wel workshopjes doen en dat soort dingen. Het is natuurlijk echt super leuk aangekleed. En ik moet dus zeggen dat ik helemaal
gezonde kerstfeer ben gekomen. Het is natuurlijk wel aardig vol. Ik zit nu te nibbelen aan een truffel. Nee, een slagroom champagne truffel. Super lekker. En ja, het is gewoon heel erg gezellig eigenlijk. Zo, het sneeuwt zo hard. Oh my god, het sneeuwt zo hard. Dit is te leuk gewoon. Nou, we zijn nu heel eventjes de stad in gefietst, want we gaan straks iets anders opnemen. Maar dat kunnen we jullie op dit moment nog niet vertellen in deze vlog. Maar jullie gaan het heel snel op ons kanaal te zien krijgen. En houd zeker in de gaten, want je kan iets heel tofs winnen. Ja, dus dat wordt een compleet andere video. Die we dus wel nu op hetzelfde moment gaan opnemen. Ja. Dus wees niet te verward daarin. Het komt gewoon later en het wordt gewoon super leuk. Zo, wij zijn inmiddels weer thuis en we hebben net een leuke video opgenomen. Die jullie binnenkort gaan zien op ons YouTube kanaal. En dat wordt dus zeg maar niet een vlogmas video, maar een soort van, ja, wow, extra video. En die wordt heel erg leuk. Maar wat je misschien wel ziet, is dat het zonnetje keihard is gaan schijnen. Echt, wat is er voor deze dag aan de hand? Ene moment is aan het sneeuwen, andere moment schijnt de zon heel erg fel. Ik heb verder niks te klagen trouwens, ik vind het echt hartstikke lekker. We hebben een pakje ontvangen net, want ze mochten wat uitkiezen bij Sarenza. En dat is nu binnengekomen, dus ik wil het heel graag openen. Dit is een pakje van Larissa. En Larissa heeft een hele mooie tas besteld. Ik wilde een tas die even iets groter was dan de Rebecca Minkoffjes die we al hadden. Ja, dit is dus inderdaad een Rebecca Minkoff tas weer. We zijn gewoon heel erg fan van dit merk. En deze is heel erg leuk, want er zit hier zo'n kwastje aan. En hier zit wat leer doorheen. En hij is dus wat groter voor de camera, ja, toch? Heel erg mooi afgewerkt ook. En we zijn gewoon super fan van dit merk. Het is gewoon goede kwaliteit en ja, gewoon hele mooie tasjes zijn het allemaal. En dit zijn de Nike Air Force One. Maar niet zomaar Air Force's. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Namelijk met velvet. Echt, ik weet niet, ik zag ze en ik heb nooit met schoenen dat ik meteen spontaan denk, die moet ik hebben. Meestal denk ik wel even over na. Oh my god, ze zijn heel leuk. Ze zijn vet, hè? Ze zijn heel leuk. Wat zal je bijna vergeten? Ze zijn vetter dan ik dacht. Heel leuk. Echt leuk. En dan heb ik als, ja, een beetje tegenhanger eigenlijk. Sneakers zijn natuurlijk altijd lekker casual. Heb ik ook nog Vagabond laarsjes besteld. En ook Vagabond is echt zo'n merk waar ik heel erg over te spreken ben. Waar ik echt, nou, ik denk dat ik echt 5 paar laarsjes heb, hè, van Vagabond. Mm-hmm. Want ik ben best wel moeilijk met schoenen en mijn voeten. Maar Vagabond loopt, vind ik dan, echt als wolkjes. Ik heb deze besteld. Ik weet even niet precies uit mijn hoofd hoe het model heet. Even kijken. Dit is de Luna. En die heeft een mooie, ja, een beetje punt. Ah, hij is vierkant eigenlijk. Vind ik dat mooi? Ik dacht dat ik puntig was. Ik weet niet, je het even aan. Ik moet het even aanzien. En hij heeft een mooie blokhak. En deze is wat langer. En omdat ik best wel lange benen heb, zijn mijn broeken, ook mijn enkelbroeken, die zijn vaak wat korter. Waardoor ik heel vaak een kuitbroek heb, wat eigenlijk een enkelbroek hoort te zijn. Dus tegen de kou dacht ik dat een langer laarsje wel fijn zou zijn. Ik ga ze heel eventjes aanpassen allemaal. Ze zijn nu zeg maar te lang eigenlijk. Nee, ja. Nee, op zich niet, niet dat. Maar ik denk dat zeg maar het puntje het net iets meer stoerheid had gegeven. En nu vind ik ze best wel burgerlijk of zo. Ze squeaky wel lekker. Ja, nou, ik weet het nog niet. En dit zijn de Velvet Air Force Ones. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ik wil ze ook. Ja, ik had niet verwacht dat ik ze zo leuk zou vinden. Leuk. Ik zag ze gewoon plotseling ineens in die webshop en ik dacht, wow, die moet ik hebben. Want ik vind sowieso de gewone Air Force vind ik ook al wel heel erg leuk hoor. Maar deze is dan wel weer echt heel lekker voor het najaar. Ja, en de laarsjes, ik vind ze wel heel erg mooi. Maar ik twijfel een klein beetje of ik niet liever gewoon een punt had gewild in plaats van vierkant. En ik snap niet zo goed hoe ik dat heb kunnen missen. Ik ga ze gewoon nog even een paar keer aantrekken. En dan beslis ik later wel of ik ze toch niet even wil omruilen. Jongens, ik moet jullie echt eventjes nu de lucht laten zien. Die ziet er zo vet uit. Ik hoop alleen dat het een beetje hetzelfde eruit ziet als hoe ik het zie. Wow, kijk dan. Vooral dat stuk daar. Het is in het echt nog net iets heftiger qua kleur. Wacht, ik ga even kijken of ik het kan, de instelling kan aanpassen. Zodat je kan zien hoe ik het zie. Maar dit is al gewoon heel vet. Yeah, dit is een beetje hoe ik het nu zie. Zeg maar, het is een stuk donkerder. Dus ja, hier beneden is misschien iets te donker. Maar dit is wel hoe ik het zie. Wauw. Ja, ik kan helemaal onder de indruk zijn van een super mooie lucht. En, want dat kan ik je ook altijd super goed zien namelijk. Dus ja,
Wauw. Dit is gewoon super vet. Ik vraag me af of jij ook zo'n mooie lucht hebt gezien. Dat was dan gisteren voor jou. Laat me eventjes weten. En of je ook zo gek bent op mooie uitzichten en mooie luchten. En dat soort dingen. Dit ziet er echt mega tof uit. Verder ben ik eventjes het dessert aan het eten. Die Tara en ik dus vanmiddag op het kerstfestival hebben gemaakt. Het is zo lekker nog. Hij heeft het niet helemaal overleefd. Want ik had hem dus meegenomen in mijn mandje. En hij paste niet volledig in mijn mandje. Dus ja, het ziet er niet meer prachtig uit. Maar het smaakt nog steeds echt onwijs lekker. En ik zit nu echt tussen allemaal zooitjes hier. Maar ik ga eventjes snel de video editen die we vandaag hebben opgenomen. Een soort van verrassingsvideo voor jullie. Dus ik spreek jullie later op de avond wel weer. Zo, intussen zijn er al een hele hoop vriendinnen van mij en vrienden van mij in de woonkamer. Want we vieren vandaag Sinterkers en dat doen we met cadeautjes, met gedichten en met lekker eten. Wat we elk jaar doen is eigenlijk dat we cadeautjes meebrengen. Dat we hapjes meebrengen en dan maken we daar gewoon één grote maaltijd van. Dus het is gewoon van alles nog wat bij elkaar. Hi jongens! Dit is mijn bordje. En hier hebben we alles opgedekt. Hi Jen! Hi! Ja. Het is echt super lekker. We zijn nu met z'n allen lekker aan het eten en we hebben op ons bord van alles en nog wat zitten. Dus zoete aardappelstamppot, Indonesisch en panada. En dan hebben we nog hapjes en chippies en straks cadeautjes. En hier liggen cadeautjes voor de surprise straks en hier is natuurlijk Silly. Hallo! Wat later. Ik heb lekker op de bank geëdit. En ik ben ook ondertussen Vlogmas aan het kijken. De Vlogmas van Zoella weer. En ondertussen tikt de regen op de ruiten. Dus het is echt wel een lekkere avond. En ik heb volgens mij water opgezet, bedenk ik me nu. Dus daar ga ik eventjes lekker een theetje van maken. En ik bedacht me dat ik nog twee chocolaatjes heb die ik vanmiddag had meegenomen bij het kerstfestival. Twee van Godiva, denk ik dat je het uitspreekt. Super lekker. Die ga ik eventjes lekker opsmikkelen. Oh, en morgen ga ik trouwens naar Maastricht. En daar heb ik heel veel zin in, want het leek me al heel erg leuk om daar een keertje naartoe te gaan. Omdat je een hele mooie kerstmarkt hebt. Een tijdje geleden heb ik op onze reisblog Travelab ook een artikel geschreven over allemaal kerstmarkten in Europa. Die het bezoeken waard zijn. En toen had ik volgens mij ook al erin geschreven van ik moet gewoon even een keertje ooit in mijn leven naar die in Maastricht gaan. Want ik ben daar volgens mij nog nooit geweest. Dus ja, dat gaan we morgen doen. Toevallig moet mijn vriend morgenavond of morgennacht op een festival zijn. Omdat een van zijn DJ's daar draaien. Dus we konden dat super mooi combineren, wat heel erg leuk is. Maar omdat zij echt onwijs laat, vroeg in de ochtend, echt om 3:30 of zo spelen, moesten we wel een hotel regelen. Dus dat is op het allerlaatste moment gelukt, gelukkig. Want ik ging gewoon zoeken naar hotels. En ik kwam serieus prijzen tegen van 200, 300 euro per nacht. En ik denk, oh my god, dat vind ik wel echt een beetje te veel van het goede. Ik weet niet wat hij nu heeft gedaan. Maar hij heeft nu echt een hotel gevonden voor de helft van de prijs. Dus toen had ik iets van, oké, weet je wel, gesplit door twee, dan is het op zich nog wel leuk om een keertje te doen als dagje weg. Maar ja, ik heb er wel heel veel zin in en natuurlijk ga ik jullie ook meenemen. Ik zal jullie trouwens ook nog eventjes mijn nieuwe tasje aan laten zien, want Tara heeft hem eerder vandaag wel laten zien, gewoon toen hij net uit de verpakking kwam. Ja, jullie liggen heel eventjes ondersteboven. I'm sorry dat je in mijn neusgaten kijkt. Er hoort dus eigenlijk dit hengseltje bij, maar die is wat langer. Maar omdat ik dus morgen naar een stad ga met heel veel mensen, vind ik het altijd fijn om zeg maar een tas dichter bij me te dragen. Dus ik heb even een van mijn andere Rebecca Minkoff hengsels eraan gehangen. Want die kan je op, ik weet niet of je die kan zien, die kan je zeg maar dubbel dragen. Dus normaal hoort hij zo, deze kant. En ik heb hem nou dus dubbel gedaan, want dan hangt hij wat korter aan je, om je lichaam. En dat vind ik dan zelf wat fijner. En wat veiliger als ik zeg maar in een stad ben met heel veel mensen waar misschien mensen tegen je tas aanlopen. Want natuurlijk niet
fijn is voor je tas. Maar dan zit hij ook gewoon wat dichter tegen je lichaam aan. Kijk, dus zo hangt hij zeg maar net zeg maar boven mijn heup. En dat hangt gewoon heel erg fijn. Nu hangt hij zeg maar wat hoger. Normaal hangt hij zeg maar hier echt op je heup. En nu heb ik hem dus, doordat het hengsel wat korter is, wat hoger hangen. En dat vind ik wel heel erg fijn. Ja, echt super blij mee. Ik zei dat echt Tara van, ja, heb ik nou eigenlijk weer een zwart tasje nodig? Op zich niet. Maar aan de andere kant, deze camera waar ik nu al eigenlijk de hele vlog mis op film, die past hier echt perfect in. En die passen niet, deze camera past niet in mijn andere Rebecca Minkoff tasjes. Of in mijn andere zwarte tasjes. Dus ja, wat dat betreft is het zeker wel een aanwinst voor mij. Want nu kan ik jullie gewoon lekker gezellig met me meedragen. Als ik dus lekker de stad in ga en een klein tasje bij mij mee wil dragen. Ik heb trouwens vandaag ook dit binnengekregen. Oh my god. En ik moet zo ontzettend erg mijn best doen om dit niet open te maken. Maar ik wil het niet openmaken omdat ik hier nog een shoplog van wil opnemen. En dat wordt eigenlijk mijn allereerste ASOS shoplog. Waar ik dus een soort van first impression, first review shoplog van wil maken. Dus ik moet mezelf eigenlijk inhouden. Maar er zitten zoveel leuke dingen in. En ik weet niet wanneer ik tijd heb om hier een shoplog van op te nemen. Dus ik moet volgens mij dit nog heel lang eventjes in de zak houden. Ah, so hard. Oh. Jongens, ik ben moe. Het was vandaag echt een ontzettend leuke dag. Ik denk dat dit wel echt de allereerste super Christmassy dag gewoon is geweest. Ik bedoel, het begon met gewoon een heel leuk kerstfestival. En toen in één keer zeiden ze dat het sneeuwde buiten. En oh my god, ik had echt even zo'n kerstgelukmomentje op dat moment. Laat me eventjes weten. Wil je meer sneeuw of wil je minder sneeuw? Willen we een witte kerst of willen we gewoon eigenlijk direct weer door naar de zomer gaan. Laat eventjes weten in de comments wat jouw voorkeur heeft. Ik ben heel erg benieuwd om te zien wat jullie reactie daarop is. Oké, en ik ga nog een heel paar klein beetje dingetjes doen. En alvast denk ik eventjes deze beelden inladen, zodat ik die naar Tara kan sturen. En dan ga ik lekker onder de douche stappen en mijn bedje in. Want ik ben echt moe. Het is 10:30 nu uiteindelijk, dus het valt wel mee. Maar het is een vrijdagavond. Morgen weer een nieuwe dag. Dus ik hoop jullie morgen weer te zien. En super bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog. En ik geef jullie een duim omhoog als je gewoon vanaf vlogmas 1 tot en met nu gewoon elke keer hebt gekeken. Super, super bedankt daarvoor. Ik vind het super gezellig. En ik bedenk me nu dat we volgens mij geen vraagjes vandaag hebben beantwoord. Maar dat gaan we weer inhalen. Dat komt zeker. Dus we vergeten jullie vragen niet. We komen de volgende keer weer aan toe. Of je snapt wat ik bedoel. Ben moe. Oké. Doei.